Goedemorgen, wij zijn als innovatieteam in de maand januari bij de paramedische dienst van regio Heerlen geweest. Namelijk de locaties Molenpark, Tobias, Sint Anna en Oranjehof. En hier achter ons in Tobias is de hele paramedische dienst samengekomen en zijn we in een overleg gegaan over de knelpunten, best practices en oplossingen. Eens kijken wat ze hebben bedacht. Ik heb gehoord dat jij een hele goede idee hebt over de planning op Molenpark. Wil je daar iets over vertellen? Ja, zoals op alle zorglocaties werken we met een digitale agenda. En ik heb zelf eigenlijk de afgelopen tijd geëxperimenteerd om daar wat meer afstand van te nemen. Natuurlijk gebruiken we de agenda wel nog bij vaste afspraken of een keer een klinische les geven op locatie of een structuurplan waarbij we op tijden moeten letten. Maar we hebben ook ontdekt, juist door om meer los te nemen van de agenda en te kijken hoe in mijn afdeling de hoofdzaken liggen per dag, dat je dan veel flexibeler kunt opstellen en dan ook met het team gezamenlijk echt naar de hoofdproblemen die op dat moment actueel zijn, sneller kan ingrijpen. Ja, mooi. Dank je wel. Een leuke innovatie binnen Tobias. Josanne, vertel. Ja, we zijn binnen Tobias gestart met de Tobias Wist Je Dat? Het is een mail voor en door medewerkers om elkaar te informeren en kennis te delen. We hebben heel veel disciplines hier in huis die allemaal op zich verschillende specialisaties hebben, maar we weten vaak niet van elkaar wat we kunnen en wat we allemaal aan specialisaties in huis hebben. En via de Wist Je Dat? Willen we elkaar meer gaan informeren daarover, zodat we ook van elkaars kwaliteiten meer gebruik kunnen maken. Training on the job is echt een hot topic in de zorg. Viola, hoe ziet dat uit op locatie Molenpark? Ja, ik plan gewoon een ochtendzorg mee en geef aan als ik wil meelopen, plan van 8 tot 10 bijvoorbeeld en ga de zorg in eigenlijk. Oké, dus je werkt dan samen mee met de zorgmedewerkers. Ja. En wat voor een voordeel heeft dat voor jullie? Ja, veel beter en snellere signalering. En wij zien knelpunten wat betreft de zorg en ook qua lichthouding en wat voor de cliënt en voor de zorg minder goed gaat en kunnen daarop inspelen. Wat mooi. Zo ben je ook onderdeel van het team. Hè? Dan werk je samen. Ja. Super. Larissa, ik heb gehoord dat jullie binnen Sint Anna bij iedere bewoner betrokken zijn. Hoe doen jullie dat? Ja, klopt. Bij iedere nieuwe opname gaat iedere discipline langs. En voor de ergotherapie betekent dit, we hebben een intakegesprek en naast het intakegesprek ook een ADL-check. En dat betekent, we gaan kijken wat doet de cliënt in de ochtend, hoe kan hij zich verzorgen, waar heeft de cliënt hulp bij nodig. En vervolgens ga ik ook een ADL-blad invullen. Wat heeft een medewerker van de zorg ontworpen? En nadat het ingevuld is, heeft iedereen eigenlijk goed zicht erop wat de cliënt nodig heeft en wat de cliënt nog zelf kan. Oké, wat mooi. Ja. Op Oranjehof, als je daar komt werken, daar is iets veranderd. Wat is dat? Jazeker. Elke nieuwe medewerker, jong of oud, die op Oranjehof komt, die mag meelopen, waaronder met het paramedische team. Wat super. En welk voordeel heeft dat voor jullie? Nou, wij als paramedisch team die kunnen meteen kenbaar maken wie we zijn en voor op welke punten we werken. Dus ook op welke punten we aan de kraag getrokken kunnen worden, mochten er vragen zijn. Wat top. Dat zouden ze eigenlijk op iedere locatie moeten doen. Nou, we hebben zojuist gekeken naar supermooie verbeteringen van en door de werkvloer. Heb jij nou ook een supergoed idee en wil je dat in beeld gebracht hebben? Mail ons dan naar onderstaand e-mailadres en dan komen we bij jou langs. Tot de volgende keer. Ik zag je wel. Doet het niet. Ik denk, waarom doet ze dit omhoog?